internationale gegevensuitwisseling. De AIVD doet onderzoek naar terugkeerders, jihadisten die in het buitenland voor IS actief zijn geweest. Er is een vermoeden dat er tussen deze terugkeerders en personen in Rotterdam contact is. Daarom onderscheppen ze maandenlang de internetcommunicatie tussen Rotterdam en Turkije via Nederlandse telecomproviders. Ook vragen ze aan de Turkse geheime dienst of die informatie heeft over terugkeerders die via Turkije willen reizen. De Turkse geheime dienst wil daar wel informatie over geven, maar in ruil daarvoor willen zij voor hun eigen strijd tegen terrorisme de communicatiegegevens tussen Rotterdam en Turkije die de AIVD de afgelopen maanden heeft verzameld. De AIVD wil de communicatie overdragen, maar heeft die gegevens nog niet geanalyseerd. Dit betekent dat de AIVD nog niet weet waar deze gegevens precies over gaan. Eén ding staat wel vast. Veel van de onderschepte gegevens hebben betrekking op onschuldige burgers die geen doelwit van de geheime diensten zijn. Het voordeel van overdragen is dat er mogelijk relevante gegevens van de Turkse geheime dienst wordt gekregen. Het nadeel is dat de AIVD niet weet van wie ze allemaal gegevens hebben verzameld. En waar is de Turkse geheime dienst nog meer in geïnteresseerd? Wat betekent deze uitwisseling voor onschuldige burgers in Nederland? Volgens de wet mogen deze gegevens straks onbekeken uitgewisseld worden. Dus aan jou de vraag, vind je het oké als de AIVD ongecontroleerde onderschepte communicatie door kan spelen aan diensten in het buitenland? Ook als we onze twijfels hebben bij het regime en we niet weten wat ermee gebeurt.